Goedemorgen allemaal. Wij hebben, zoals iedereen weet, gedebatteerd over de stelling dat de pensioenleeftijd 65 jaar moet blijven. Beste jury, de tegenstanders kwamen met een aantal argumenten. En wij vinden eigenlijk dat deze argumenten niet opwegen tegen onze argumenten. Zij kwamen onder andere met dingen als vergrijzing, met redelijkheid, met economie en met de gesteldheid van de mensen. Bijvoorbeeld de redelijkheid. Wij als jongeren zouden nu de AOW van oudere mensen moeten betalen. Maar als wij allemaal eenmaal oud zijn, betaalt in één keer niemand meer onze AOW. Er komen ook weer nieuwere jongeren bij als wij oud zijn hoor. Het is niet zo dat in één keer als wij niet meer jong zijn, er geen jongeren meer zijn. Verder. De economie gaat natuurlijk niet zo lekker na de kredietcrisis, dus die is even in een dipje. Wat doen we dan? Wacht even hoor. De staatsschuld die gaat omhoog. En doordat wij even een paar oudere mensen 2 jaar lang door laten werken, is in één keer de staatsschuld weg. Nou, ik zie dat niet zo snel gebeuren. Ook is het zo dat de staatsschuld best even een beetje een schuld kan zijn. Bijvoorbeeld hebben we Amerika, die is nummer 1. In economische positie in de wereld. Nou, die hebben een staatsschuld die is nog vele malen hoger dan die van ons. En toch zijn zij nog een heel belangrijk land in de wereld. Ons argument. We hadden het jeugd heeft de toekomst argument. Er waait weer een frisse wind over de werkvloer. Nieuwe werknemers die brengen nieuwe ideeën met zich mee. Nieuwe technieken. Nieuwe manieren van denken. Nieuwe manieren van werken. Deze zijn essentieel om de groei van Nederland te waarborgen, om ervoor te zorgen dat wij mee kunnen blijven doen, geachte jury, in de wereldeconomie. Wij hebben dit nodig. Als wij dingen op de ouderwetse manier blijven doen, kunnen wij helemaal niet meedoen in de economie. Ook nog de verdiende rust. Na jarenlang werken verdienen mensen natuurlijk ook gewoon wel even wat rust. Mensen met zware beroepen, die hebben natuurlijk jarenlang lichamelijk veel werk gedaan. Het kost ons natuurlijk niet zoveel. Dus daarom zou ik zeggen, 65 de pensioenleeftijd, dat is waar ik voor blijf.